glijbaan is back. Holy shit, het is niet normaal. We hebben net een redelijke heftige rit achter de rug. Alles is heel vlot verlopen, wat wel nice is, maar met 2 kinderen. Super veel spullen. Het vliegtuig opgaan is niet niks. Er staat ook nog een heel deel van de spullen boven. Hoppa! Kijk eens aan. Oei, oei, oei. Hier is echt al leven in gekomen. Ik had dit er nog eens opgedaan. Maar dat heeft het niet overleefd. Het is wat het is. Het gaat poetsen worden. Ons water is aangesloten. Ik heb het daarnet gecheckt. Super stoked. Insane veel begroeiing hier. Wat wel mooi is. En we gaan het huisje bij. Kijken hoe warm dat het is. In welke staat dat het is. Dit is echt spannend. Hoe werkt dat hier al nu weer? Ja, mooi, hè? Mooi, hè? Zoals die stenen vloers nu. Maar echt grappig daarboven, hè? Daarboven is gewoon... Dat hele stuk is begroeid. Ja. Behalve die 2 stukjes dat ze hadden gegraven. Ja, dat komt door die stenen, hè? Dat is wel echt. Ja, die stenen werken echt wel. En dat is wel chill, want nu heb je zo'n beetje een mix van alles. Maar we gaan hier op termijn sowieso mooiere stenen leggen. Geen zorgen. Hoppa. Catalina is al binnen. Oef. Wauw, Catalina, ons huisje. Oeh, het is wel warm. Heel warm. Maar het ruikt niet heel vies. Nee. Ik denk niet dat er iets ergens is. Het ziet er echt gewoon clean uit. Ja, ik heb dat hier echt super proper achtergelaten. Ik heb hier echt... Ik heb hier echt keihard gekuist. Ja, goed zo. Heel goed gedaan, papa. Ja, ja, als iets van mij is, dan verzorg ik het. Ik sta ervoor bekend dat ik niet altijd alles perfect proper achterlaat. Maar ja, het klinkt super egoïstisch. Maar dit heb ik proper achtergelaten. Hoppa, ons bed. Oh, nice. Lekker. Jippla. Wow. Had je de olifant gemist? Ben je blij dat je terug in het huisje bent, Catalina? Ja. Ja? Dat is goed. We zijn al eventjes in Portugal. Ik heb nog niet echt iets gevlogd, maar ja, dit was toch wel eventjes een momentje. Ik ben hier net gedoucht onder de dakgoot. Check dit. Dit is echt een super nice regendus, een echte regendus. En ik heb er dan de ton ook onder gezet. Ik heb die ook uitgekuist en momenteel is die zichzelf aan het vullen met regenwater. Dus het zou nice zijn, moest die vol zijn, want ons water is aangesloten, maar nog altijd niet geactiveerd. En onze buurt heeft een volledig systeem geïnstalleerd voor zijn tuin. Ik ga jullie binnenkort meenemen in zijn tuin, want het is super vet. Maar het nadeel is, wij kunnen er niet meer worden op aangesloten. Dus ja, we gingen ervan uit dat we hier water gingen hebben. We hebben toch geen water. Uiteindelijk hadden we gewoon allemaal flessen gevuld hier vlakbij de bron. Voor de eerste dagen was dat chill. En vandaag is het volle regen. Dus ja, we zijn water aan het verzamelen. Hier... ongeveer een 400 meter van ons land hebben we een waterbron, dus dat is ook gewoon super chill. En de zee is 900 meter van ons land, dus we kunnen zeker niet klagen. Lekker off-grid. Ik ben stoked. Ik hoop dat jullie ook stoked zijn. En ik zou zeggen, let's go. Ik neem jullie nu eventjes mee in ons huisje. Het is nog een rommelkot. Ik wil jullie normaal meenemen vanaf dat het perfect in orde was. Maar de imperfectie is vaak de echte perfectie. Want check dit. Niks is perfect, maar toch is het leven hier perfect. Joe!
We hebben een upgrade gedaan. Check that. Dat is hier nu een logeerkamer / speelkamer voor de kindjes. Dus ja, hoofdzakelijk de speelkamer voor Tito en Tita. Hey, Tita. Vind je het hier leuk? Ja. Ja, hè? Het is hier leuk. Wauw. Ze kunnen overal kijken naar de natuur. Ze zijn 100% connected met de natuur. En geen social media, geen tv, geen filmpjes. Al die bullshit is hier niet. Die afleiding is hier niet. Dat doet echt wel zoveel deugd. Je ziet dat echt ook aan de kinderen. En check dit. Jepla. Super groot bed. 2,10 meter lang. En 2 meter breed. En dan hier net gepast nog dit bedje. Geen idee hoe dit hierin komt. Maar kinderen die gooien alles in het rond. Yes! Let's go! Shirley ook net gewassen. Ja, lekker. Catalina wou ook. Ze had haar kleren uitgedaan. Totdat ze 1 stap daar zette, het was te koud. Je kijkt hoe warm dat het hier is, zonder verwarming. 21 graden. Oh. Joe! Perfect. Let's go! Dit is een vijgenboom. En dit is een boom met van die vruchten. Maar ik weet de naam niet van die vruchten, maar ik zie wel dat ze eraan hangen. En die vind je hier heel vaak in de supermarkt. Ik ga niet op mijn blote voeten naar beneden, maar ik ga schoenen aan doen en ik ga naar beneden gaan. Het zijn hier een beetje door, dus misschien trek ik een lange broek aan en ik ga die vruchten plukken. Want we moeten snel zijn voor wanneer dan de vogeltjes dit eten. In de toekomst wil ik superveel fruitbomen, een moestuin, noem maar op. Ik wil het allemaal. En volgens mij is dit echt het heerlijke leven. Ik zei daarnet ook nog op Instagram. Laat je niet vangen door al die trade bullshit communities die jou willen warm maken met Lamborghinis en zotte auto's en whatever. Als ik nu aan jou een Lamborghini geef, dan ben je gescheept. Maar je had de tax niet kunnen betalen, de benzine had je niet kunnen betalen. Het onderhoud ga je zelfs niet kunnen betalen. Dat is ook gewoon allemaal duurder. Alles is gewoon duurder aan zo'n ding. En je kunt er niet eens mee naar de supermarkt met 2 kinderen en een gezin of zo. Wat heb je daaraan? Niks. Pure show, pure commerce. Als je zo'n auto hebt, koop dat dan puur voor de hobby of whatever. Maar maak er geen mensen mee warm of zo. Want dat is echt gewoon een verkoopstuk. Dit is echt pure vrijheid. Dit is de echte vrijheid. Een zo goedkoop mogelijk leven leiden. En een goede online business hebben. Dat is voor mij echt pure vrijheid. Ik had altijd het idee, ik ga dat met YouTube doen. Dat kon ook gewoon perfect in mijn busje, dit, dat. Met een kleine 1000 euro per maand kan je leven. Maar als je met een familie wil leven, kan dat niet. En dit is onder andere ook gewoon een lifehack. Mijn huis staat hier achter me. Nog niet af. Dit is totaal niet het dek dat we willen voor de toekomst. Dit is voorlopig. Maar we willen dit wel sowieso uitbreiden. Alles dat je hier ziet is afbetaald. Alles. En daar ben ik super stoked op. Sowieso. Let's get it. Joe. Oké. Jepla. Ik heb mijn lange sokken aan. Dat is volgens mij genoeg. Lange broek heb ik hier niet nodig. En van een doorn is eigenlijk nog nooit echt iemand doodgegaan. Joe. Ik zit hier vol van de bijen. Wat dat goed nieuws is. Geen goed nieuws als ik hier gestoken word. Maar binnen 10 jaar zijn we blij als we nog een keer gestoken worden door een bij. Als het zo verder gaat. Joe! Woppa! Oh, daar is het boompje. Dit is de vijgenboom. Ik zie vanaf hier dat de vijgen nog te klein zijn. Dus dat wordt de moeite niet. Maar dit hier, dit is wel de moeite. Jepla. Kijk eens aan. Sommige zijn rijp, sommige zijn nog niet rijp. Ik ga de rijpe ervan tussen halen en we gaan ze proeven. Hupla, dat is volgens mij rijp. Dit is rijp. Nice. Oh shit. Ja, dit was ongeveer rijp. Net niet, dus hier gaan we nog een dagje moeten laten liggen. En deze, ja, die is rot. Oké, nice. Dit is de vangst. Het is geen super banger, maar het is beter dan niks. En het is gewoon een nice gevoel als je dit uit je tuin kan plukken. En dat zo'n klein boompje ook al zoiets kan geven, is ook gewoon heel goed. Check dit. Oh, fuck. Dit is de vijgenboom. We hadden ooit een plan om hier een huisje te zetten ook. En dat hier vlak te trekken. Maar dat was echt een gigantisch werk.
Maar misschien voor in de toekomst is er wel nog een idee. Het is hier 100% winddicht. Ik denk dat we eigenlijk gewoon moeten beginnen met hier dit allemaal te snoeien. En er hier gewoon een plekje van te maken. Kijk, wow, het zonnetje komt daar zo door. En hier is er een nice winddicht plekje en ook geen zon. En je zou dan denken, maar Benoit, je zit naar Portugal gekomen voor de zon, maar op de middag kan het hier snik heet zijn. Niet te geloven. En dan is het nice als je zo'n plekje hebt in de schaduw. Want het is niet omdat het goed weer is dat je de hele tijd in de zon bent. Je wilt ook gewoon kunnen genieten in de schaduw. En als we hier dan zo'n badje maken, hoppa, dan zijn we er. Nice. Dit is een hele grote laurier. En daar hebben we nog van die boompjes. Maar niet dit. Ik vind het jammer dat we hier zo weinig van hebben. Want dat is echt een van mijn favoriete fruit. Ik weet de naam niet. Het is iets dat van hier is. Ik weet de naam niet. Maar het is super lekker. Want ik heb er daarnet al stiekem eentje gegeten. Hoppa. Waar zijn de vijgen? Ah ja, hier. Kijk. Die zijn nog niet klaar. Hè. Check. Die zijn nog te klein. Het zijn van die groene vijgen. Echt lekker. Damn. Ik vind dit toch lekkerder dan vijgen. Dus ik vind het echt jammer dat het dit niet is. Anders zou ik hier gewoon... ik zou hier op leven. Ik zweer het. Dit heeft een soort van mango smaak. En het is makkelijker te eten dan een mango. En mango is echt een van mijn favoriete fruit. By far. Check dit. Ja, ze zijn nog klein. Dus nog eventjes wachten. Maar dat komt goed. Tegen de zomer hangen er hier mooie vijgen. Ik ga terug naar boven en Shirley ook laten proeven. Echt mij. Wie wil hier proeven? Ja, deze. Taste test. Mama, ook één, papa. Dank je. Hé, papa. Papa, ook één. Proef maar. Fris. Echt heel zoet, hè? En een beetje zuur? Ja, die was nog niet rijp. Oh. Die moesten we nog laten liggen. Ah. Het is wel lekker zo fris. Proef maar, Catalea. Heel zuur. Ook een beetje zuur. Shirley heeft een ding genomen dat eigenlijk nog moest rijpen. En deze is volgens mij perfect. Dit is de imperfectie. Het ziet er niet perfect uit, maar het is waarschijnlijk perfect. Want de beesten hebben er al een beetje in aangezeten. Er zit hier al een worm in. Waarschijnlijk zit hij er nu niet meer in. En nu is het aan mij. Ook heel zuur. Ik had daar net de enige goeie te pakken. En ik heb hem gegeten voor Instagram. Ik dacht, ik ga een keer naar beneden voor Instagram. En ook een keer naar beneden voor YouTube. Want ik ging daar nog een shot opnemen voor YouTube normaal ook. Maar ik had toen een call. En intussen tijd heb ik een call gedaan. Voor nog iemand die de copytrader wil joinen. Lekker. Maar die van jullie is waarschijnlijk heel zuur. Oh, zuur. Wajo. Zuur. Jepla. Kijk eens aan. Deze plek is groot voor mij. Dit is de vallei van San Lorenzo. En daar is ons stukje grond ook. Als ik dit uitzicht. Ik ga hier heel vaak 's morgens lopen. Dan doe ik hier een hele tour. En dan kom je echt op plekken waar je normaal niet zou komen. Het is een 900 meter wandel vanaf ons landje naar de zee. Het is wel een helling, dus het is chill naar beneden, maar iets minder chill naar boven. Maar ja, dat is ook gewoon goed. Want hier in Portugal hoef je eigenlijk niet te veel te sporten om gewoon je conditie te hebben. Als je hier met een kinderwagen gaat wandelen, dan ben je al aan het fitnessen. En nu zeker, want deze morgen heb ik bijvoorbeeld achter 5 flessen water gegaan. 1 in mijn rugzak en 2... in elke hand, hè, dat is ongeveer een 6 kilo op je rug en 12 kilo aan elke arm. En dit voor 300 meter à 400 meter lang ongeveer. Helling op, helling af. En daar word je gewoon sterk van, dat merk ik ook echt hier. Je bent zo connected met de natuur. We zitten bijna nooit op onze gsm of whatever.
Het is hier gewoon volle bak genieten. Ik ga nog een duik nemen in de zee, of beter gezegd in de oceaan. Veel mensen vragen mij altijd, Benoit, waarom verkies je Portugal boven Spanje? De oceaan is gewoon heerlijk, echt waar. De zee is hier zoveel frisser. De zee is hier zoveel wilder ook, wat er niet altijd een voordeel is, maar soms ook wel. Want er zijn altijd golven, soms zijn de golven een beetje te zot om in te springen. Maar soms ook niet. En ik ben wel de guy die erin durft wanneer dan de golven redelijk hard klappen. Als het echt levensgevaarlijk is, ga ik het skippen. Maar klein risico, dat doen we wel. Daar zijn we niet bang van. Hoppa, check dit. Ik hou echt van deze vibe. Dat doet me altijd denken aan Costa Rica, jungle. Gewoon die jungle vibes. Let's get it. Dit was echt een goede duik. Kijk eens aan, zonnetje erbij. Nog geen zonsondergang, want de dagen worden later en later. En ik moet natuurlijk s'avonds ook nog voor de kinderen zorgen. Maar kijk eens aan wat voor een plaatje. Ojo. Kijk eens aan wat voor een plaatje dit is, mensen. En hoor de zee brullen. De kracht van de oceaan. De Atlantische Oceaan, de zee in Portugal. Perfect voor de golf. Perfect voor een frisse duik te nemen. De zee is hier vaak kouder dan in België. Oef. Heerlijk. In de zomer is de zee hier kouder dan in België. En dat komt natuurlijk ook door de stroming. En het is hier veel groter, zeg maar. Het is hier veel wilder. De kracht van de natuur is onverslaanbaar. Echt powerful. Hoeveel vitamines dat ik hier nu aan binnen gehapt, dat wil je niet weten. Dit houdt je jong, dit houdt je gezond. Als je lekker lang wil leven. Echt wel. Deze vibes nodig. Sowieso. Joehoe. Wat er ook super nice is, ik kom via de weg hier achter mij de zandweg toe. En ik ga via deze trap naar huis. Dan ga ik via het dorpje nog een keer via het winkeltje passeren. En nog iets kopen voor vanavond te eten. Er is hier ook een super chille chill spot. Misschien wel een van de chillste spots in heel de game. En die wil ik jullie toch eventjes delen. Wow. Check dit zicht. En daarboven is er nog een. Check dit zicht, mensen. Dit is toch wel volle bak genieten. Wat moet je meer hebben dan nee? Ik zou het niet weten. Een leuk gezinnetje. Een huisje bij het strand. Wow. Check dit. Ik blijf er maar van genieten. Ik weet nog toen we hier kwamen. Toen hadden we zoiets van, dit is ons strandje. Dit is perfect. Meer moet dit niet zijn. Ik wou wel in de winter dat je ook elke dag in de zee kon. Soms kan je er gewoon niet in. En dat besef je pas als je die golven van dichtbij ziet. Nu zijn het echt super kleine golven. Maar als er zo'n muur van 2-3 meter vol met stenen, vol met zand op de grond kletst, die kan daar niet zomaar induiken. Je wordt echt... Dit wordt een wipe-out van je leven. En daar heb je natuurlijk geen zin in. En in de winter is er hier ook niemand. Dus dat is dubbel zo eng. Ik ben er al in omstandigheden in geweest dat ik zeg van... Oeh, was dat wel slim.